schrijven? Een gedicht uit de la. Yo, party people. Ja, daar heb je mij weer. De dorpsgek. Nee hoor, grapje. Of tenminste, dat hoop ik toch. Maar het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Guns N' Roses. Take me down to the paradise city, where the grass is green and the girls are pretty. Zou Axl Rose het over Amsterdam hebben gehad? Oké, tijd voor een gedicht uit de la. Namelijk eentje uit, jawel mensen, een kunst zonder besef. Sava, ik zal eens beginnen met mijn gedicht. En wat ik toch moet opmerken is dat dit gedicht weliswaar in een kunst zonder besef staat. Maar dat een gedicht is dat behoort tot deel 2. Inderdaad, mijn gedoodverfde lipscherven. Dat is namelijk deel 2. En dit is het eerste gedicht daarvan. Het eerste deel van dit werk heb ik geschreven in 1996. En nu begint dus het tweede deel. En dat is in 2017 voltooid. Goudbloemstraat. In mijn grauwe studentenkamer, vol woestijnzand uit de vorige eeuw, was ik eerst een wolkje boven haar denkwereld. Maar werd vlug een zon, of schoon ze met schrale lippen mijn ijver in de kiem poogde te smoren. Ontsnappen aan de zwartste uren van de nacht lukte me niet meer, nog aan haar vlek op mijn beschadigde spiegel. Gelukkig wist ik me tenslotte wel, dankzij de tierlantijntjes aan het plafond en liters koffie zonder kleerscheuren een weg te ploegen naar de helende hand van de dageraad.